De radiopersoonlijkheid Carla Lambsberg is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. Bij de ouderen uit onze samenleving stond zij beter bekend als de presentatrice van het radioprogramma Het Klokje van Zeven. Lambsberg heeft zich onder meer ingezet voor het Surinaamse kind. Zij was ook de presentatrice van het populaire educatieve scholierenprogramma Weet je, weet je. Dat ook wel het hersengymnastiek wedstrijdenprogramma werd genoemd. Tot aan haar pensionering toe was Lambsberg hoofd van de IPJ Berkenveld-Mulo-school. Daarna was zij belast met de begeleiding van schooldirecteuren. Ze componeerde voor Suripop 19 het lied Parwabusitori. Carla Lambsberg, die enige tijd sukkelde met haar gezondheid, is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. En met dit bericht, dames en heren,